Op 8 mei 2021 bestaat ons parlement een aantal jaren. Niet 10 of 20 jaar, maar 155 jaar. Deze dag, in het jaar 1866, werd de eerste vergadering officieel geopend. In verband met 155 jaar volksvertegenwoordiging gaan wij praten met gewezen voorzitters. In deze aflevering zullen wij een gesprek hebben met de gewezen voorzitter, de heer Ulrich Aron. Goeiedag en welkom bij 155 jaar volksvertegenwoordiging van de Republiek Suriname. De heer Ulrich Edward Aron was een bestuurskundige. Van 15 januari 1985 tot 10 december 1987 was hij benoemd door de toenmalige legerleiding tot voorzitter van de Nationale Assemblée. Het parlement bestond toen uit 31 leden, waarvan 14 aangewezen door de militairen, waaronder de heer Aron, 11 door de vakbeweging en 6 door de werkgevers. In die periode was meneer Aron actief betrokken bij het opstellen van een nieuwe grondwet ter vervanging van de grondwet uit 1975. Dit heeft hij samen met de heer Anton Paal en anderen bewerkstelligd. Naast de grondwet heeft de gewezen voorzitter Aron ook gewerkt aan de wet politieke partijen, wet identificatie en enkele decreten. Wij nemen u mee naar het gesprek. Het team van DNA is vandaag op bezoek bij gewezen parlementsvoorzitter meneer Ulrich Aron. We zullen met hem praten over zijn zittingsperiode in het parlement van 1985 tot en met 1987. Meneer Aron, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het met u? Nou, redelijk. Hoe doet u het in deze coronaperiode? Nou, ik zeg maar voorzichtig. Heel voorzichtig zijn. En kijk, op mijn leeftijd ben ik niet zoveel meer in beweging. Dus ik ben veel thuis. Als het moet, dan trek ik even uit. Heel kort, maar ik kom niet meer op plaatsen. Oké, okay, mooi. Maar die ontspanning heeft u nodig. En ja. We zijn blij dat het lukt. En u ziet er trouwens ook heel ontspannen uit. Dank u. Goed. We zullen vandaag met u praten over uw zittingsperiode in het parlement. U bent gewezen voorzitter en tot het eerste kwartaal van 2020 stond uw foto in de galerij van het parlement als een van de voorzitters die heel kort heeft aangezeten. En ik zei het al eerder, van 1985 tot en met 1987. Waarom heeft u zo kort gezeten? De DNA had 27 maanden de tijd gekregen om het werk te klaren. Een conceptgrond werd goed te keuren. Een kieswet te maken, een wet politieke partijen te maken, een wet referendum te maken en een wet identiteitskaarten. En daarnaast natuurlijk andere wetsontwerpen die tussentijds werden. En dat werk moest binnen die 27 maanden klaar zijn. En 31 maart 1987 was het zover. Waarom 27 maanden? En niet zoals we het nu gewend zijn, die 5 jaar. De afspraak is gemaakt in het topberaad dat in 27 maanden tijd de zaak geklaard moest worden. Het parlement was toen al enige tijd buiten werking gesteld. Hè? En je kunt een parlement niet al te lang buiten werking stellen. Kijk, het parlement is een slagader van de maatschappij, weet u. Dus dat is een afspraak geweest tussen het militair gezag en de leiders van de NPS, de VAP en de KTPI. Oké, u bent niet gekozen zoals dat er nu aan toe gaat, maar u bent benoemd. Ja. Door wie werd u toen benoemd? De benoeming heeft plaatsgevonden vanwege de leiding van de regering. De leiding van de regering. De regering heeft de leden benoemd. En waarop hebben ze gelet om u te benoemen? De assemblée
werd samengesteld door drie partners. De 25 februari beweging, het bedrijfsleven, de ASFA en de VSB samen en de vakbeweging. CLO, PWO, Moederbond en C47. Dat zijn de drie partners die de leden bij elkaar hebben gebracht. Waarop gelet is, ik denk dat elk van die partners heeft gelet op de betrokkenheid van de mensen die ze voordragen bij, zeg maar, bij het democratisch gebeuren, opvattingen daarover. Okay. En daarop gelet is. Oh, mooi. Toen ik in dienst trad in het parlement, zag ik uw foto niet. Maar de voorzitter toen, de gewezen voorzitter, mevrouw Simons, heeft het gecorrigeerd. Waarom denkt u dat uw foto daar niet stond? Het fotoproject is voorbereid, zes, zeven jaar terug. En toen is mij een foto gevraagd. En ik heb mijn foto toen gestuurd. De leiding van het parlement toen, die heeft een beslissing genomen dat mijn foto daar niet thuis hoorde, omdat in die periode het parlement niet was gekozen. Naderhand is dat herzien. Na 2010 is het herzien. Toen moest ik haasjer op een andere foto gaan zoeken. En zo is het gekomen dat er een besluit genomen is om mijn foto wel te plaatsen. Ja, ik denk ook dat het goed is, want history is history en het is dat gebeurd is, dus we konden er niet onderuit komen. En als we terugblikken naar uw zittingsperiode, hebben we niet echt heel veel terug kunnen vinden. Was er toen een voorlichtingsafdeling? En wat heeft u allemaal bewerkstelligd tijdens uw zittingsperiode in het parlement? Er was een voorlichtingsafdeling, een tweemans afdeling. En wij hebben toen een periodiek uitgegeven, vanuit de Gravenstraat heet dat. Als het goed is, zou er een paar exemplaren daarvan nog in de bibliotheek van de DNA moeten liggen. In ieder geval in de bibliotheek van Justitie kunt u daar één of twee exemplaren van vanuit de Gravenstraat vinden. Dat was er. Er was ook een radioprogramma vanuit de Gravenstraat waar voorlichting werd gegeven over de stand van zaken met betrekking tot de grondwet. Er is ook een concept van de grondwet is gedrukt in duizenden exemplaren en verspreid naar organisaties en naar belangstellenden om dat te lezen, omdat een referendum moest komen. Hè. Dat heeft de afdeling voorlichting gedaan. En verder, dat zijn de belangrijkste dingen die de afdeling voorlichting heeft gedaan. Het is niet te vergelijken met de afdeling voorlichting zoals die nu is opgezet met zeer geavanceerde werkwijze. En mijn complimenten overigens daarvoor aan de DNA. Van wat jullie dus nu presenteren is pas gewoon bij de tijd. Dus u volgt de ontwikkelingen van het parlement op de voet. Zijn er in uw periode als parlementsvoorzitter, hoogte- en dieptepunten geweest? Ja, een absoluut hoogtepunt is geweest het goedkeuren van de grondwet. Niet als daad van goedkeuring op zich, maar de grondwet had een aantal vernieuwingen ingevoerd waar ik zeer trots op ben. Eén is, ik ben een man van decentralisatie. Mijn hele wezen is iemand van het lager bestuur in de districten. En dat er een model van decentralisatie is vastgelegd in de grondwet, dat is een heel belangrijke vernieuwing, omdat hoe lager je gaat naar de samenleving met democratiseren, dus des te sterker wordt de democratie in de top. En dat is heel mooi dat we dat erin in die grondwet hebben verankerd. Een tweede ding om trots op te zijn is dat de politieke partijen
waren niet in de staatsregeling van Suriname opgenomen. Ze waren niet in de grondwet, de eerste grondwet opgenomen. De grondwet repte met geen woord over een politieke partij. Is dat bewust gedaan? Nee, we waren nog niet zo ver. Trouwens, overigens, ook in Holland is in de Nederlandse grondwet is de politieke partij niet opgenomen. Dus wij hebben het opgenomen in de grondwet, omdat we vonden dat het heel van belang was om dat te regelen, waar politieke partijen, het model voor politieke partijen, dat ze intern democratisch moeten zijn. En de artikelen 53 en 54, zeker 53 van de grondwet, gaan daarover de eisen aan politieke partijen te stellen, omdat ze de hoekstenen zijn van onze democratische maatschappij. Dat is heel belangrijk dat wij dat hebben gedaan. Verder is de grondwet een geprogrammeerde grondwet. Er staat precies aangegeven welke organieke wetten er moeten komen. Bijvoorbeeld, er staat er moet een huisvestingsplan bij wet worden vastgesteld. Ja, en dan moet het wel van de dat wet moet gebeuren. Klopt. Dus zo zijn er een paar organieke wetten in, zeg maar, de eerste 50 artikelen vind je enkele van ze. Waar dus opdracht is gegeven van dit onderwerp moet bij wet worden geregeld. Dat is in de grondwet opgenomen. Verder is, grondwetten hebben over het algemeen bepaalde dingen gemeen. Grondrechten, die vind je in alle grondwetten van de wereld. Hè? Dus dat zijn geen unieke dingen. dat is zeggen standaard. Hè? Dus daar praat je nauwelijks over. Maar hoe die democratie moest worden geordend via politieke partijen en dat we een wet politieke partijen hebben gemaakt, uitgaande van de grondwet, is ook een belangrijke, heel belangrijke vernieuwing. En een bijkomstigheid is ook, als het vast zou lopen, omdat wij hebben een politiek model met veelheid van politieke partijen. Ik merk dat het nog in u zit en het is trouwens iets van u. U heeft samen met anderen gewerkt aan de totstandkoming van de grondwet. Maar we gaan nu een beetje praten over uw functioneren als voorzitter van het parlement toen. Hoe was u als voorzitter? Nou, hoe ik was, het beste is dat u praat met mensen die me hebben meegemaakt. Hè? Maar wat ik ze hoor zeggen, mijn vriend Plevier zegt het vaak, Rick, je was onpartijdig. Je was onze voorzitter, je was onpartijdig. Je kon niet merken dat je kwam uit een van de drie groepen. Je was de voorzitter van de assemblée. Ja, de voorzitter moet altijd boven partijen staan. En wat ik deed, na elke vergadering had ik iets opgebouwd dat we na die vergadering op mijn kamer kwamen. Niemand ging nog naar huis. Alle leden. En wie niet kwam, had een spelregel overtreden. Omdat wij hadden iets opgebouwd van, trobi, no mude. We moesten in 27 maanden tijd moesten we die job klaren. Maar denkt u dat dat nu zou kunnen? Die maatschappij keek naar ons. En we hebben het volgehouden. En als na een vergadering, als het een beetje woelig was toegegaan, iemand wegbleef, dan werd hij erop aangesproken. Maar zou dat nu in deze periode wel kunnen? Als het toen is gebeurd, waarom zou het nou niet kunnen? Het zou nog gewoon kunnen. Kijk, in de koffiekamer, u zegt dat ik kom vaak in het parlement de laatste tijd met COVID, niet. Maar in de koffiekamer zie je de mensen ook met elkaar goed communiceren. Het was toen de voorzitterskamer, omdat we dan een borreltje pakten. En zo, koffie in een borreltje. Maar het is nou de koffiekamer, dus we zijn. Maar die koffiekamer had je altijd. Ja. Maar dat was een heel prettig ding. Tweede ding wat om de sfeer aan te tekenen van hoe die assemblée haar taak heeft opgevat. We vergaderden in de avond. 'S Avonds werden vergaderd, omdat die mensen hadden overdag hun job te doen. En we vergaderden 's avonds, soms tot in de ochtend. En we begonnen om 7 uur te vergaderen. En we hebben keihard gewerkt om doelen te halen en op tijd te doen.
We hadden een relatief klein ambtelijk apparaat. Maar iedereen heeft zich keihard ingezet. En dat in zijn algemeenheid, dat is het. Ik merk dat er een verschil is tussen het parlement van toen u voorzitter was en nu. Bijvoorbeeld u vergaderde in de avonduren, ja. Maar nu vergaderen we in de ochtend of we beginnen in de middaguren. En hoe zat het met spreektijden van leden toen? Nou, we hadden afspraken daarover. Want als je dus vooraf had afgesproken dat je tot een bepaald tijdstip moest vergaderen, dan moest je onderling regelen van hoe je dat dan gaat verdelen. Er werden afspraken daarover gemaakt tussen de fractievoorzitters. En daar hield men zich meestal aan. Oké, en nu komt het wel eens voor dat leden zich niet aan hun spreektijd houden en soms moet de voorzitter hardhandig optreden. Heeft u dat in uw periode gehad? Heeft u wel eens een letter uitgezet? Nee, ik ken het verschijnsel niet. Nee? Nee, ik ken het verschijnsel niet. U moet zich daar voorstellen van, het parlement was enige tijd buiten werking gesteld. Dus wij hadden niet de luxe om kiekeboe uit te halen, hè? Want anders zouden we door de samenleving, hoewel ze ons niet hadden gekozen, we zouden op ons donder hebben gekregen. Dus dat gebeurde niet. Ja, dat is dan een heel groot verschil. We gaan nu over tot het proces van wetgeving, het goedkeuren van wetten. Hoe ging dat aan toe tijdens uw periode als voorzitter? Kijk, je wordt Nationale Assemblee, je bent niet gekozen, maar je treft aan een griffie, hè, met een griffier. En hij was de deskundige. Wie is hij? Meneer Blue, Edmund Blue. Hij was de deskundige die je wegwijzen maakt, hè, wat de spelregels zijn. En geen van de leden uit mijn periode was ooit statenlid geweest. Okay. Dus we hadden geen sabimans die het al hadden gedaan, toch? We moesten het dan gaan leren. Ga oefenen met de griffier, ja. En proberen zo goed mogelijk het na te doen. Want kijk, dit soort dingen is een leerschool. Nu hebben we een situatie dat bij elke verkiezing treedt ongeveer de helft van het aantal leden af. Hè. Komt niet terug. Maar er blijft toch de helft over. Hè. Die al met het beltje hebben gehakt. Van wie je het kunt leren. En hoe het toegaat in commissies en dat soort dingen, hoe het toegaat in huishoudelijke vergaderingen, hoe je werkt naar de voorbereiding van die openbare vergadering. Dat kun je van elkaar leren. Oh, heel mooi. Trouwens, ik zit ook met een paar hele oudere medewerkers die sinds al een tijdje in het parlement zitten. En ze geven ons ook aan hoe het proces toen was, hoe kritisch het proces was met meneer Blauw als griffier. Dus het komt wel overeen met wat u zegt. Op 8 mei herdenkt het parlement 155 jaar bestaan. En in die 155 jaren heeft het parlement enkele fases doorlopen, veranderingen. In het begin werden alleen mannen toegelaten tot het parlement. Je had verschillende processen. Daarna kreeg je een capaciteitskiesrecht, censuskiesrecht, al die verschillende dingen. En vrouwen hadden geen toegang tot het parlement. Maar nu wel. Wat vindt u van die verandering? Nou, dat is ook weer een van de dingen waar je met de trend in de wereld meegaat. Ook in Europese landen had je dat verschijnsel in den beginnen. Maar later hebben vrouwen ook het kiesrecht gehad. Dus wij zijn zijn wij dus ook daartoe overgegaan, waardoor in 1949, toen het algemeen kiesrecht is ingesteld, het ook tegelijk was, het algemeen kiesrecht, ook voor vrouwen. Maar daarvoor was het niet zo ruim. Oké. En ziet u nu, daar er vrouwen bij zijn gekomen, een wezenlijk verschil in het werk van het parlement? Ik denk het wel.
Ik denk het wel dat er een heel groot verschil is. Die maatschappij bestaat niet uit mannen alleen. Die maatschappij bestaat uit mannen en vrouwen. Als je kijkt naar de output van ons onderwijs, dan zie je dat die vrouwen die achterstand die ze hadden, enorm hebben ingehaald. Ja, kijk maar in ons onderwijs. Het aantal mannen, je moet echt zoeken naar mannen, vooral op de lagere school. Ja, veel meer vrouwen. Maar ook andere opleidingen, de output. Zelf op het Natin heb je dus veel meer vrouwen tegenwoordig. Polytechnisch college zie je ook. Dus dat is de weerspiegeling van die maatschappij. Dus het kan natuurlijk ook niet anders. Ja, klopt. Wat voor ontwikkeling ziet u nog tegemoet voor het Surinaams parlement? Ik denk dat, wat mij betreft, wat ik zie, de grootste uitdaging die op het parlement wacht, zijn twee dingen. Eén, het democratisch model is het beste model dat je kan hebben. Boven alle andere modellen. En daarom moet je het democratisch model zo weerbaar mogelijk maken tegen alles het mogelijke aanvallen op haar. Er is geen beter model. Waarom? Omdat de democratie heeft iets wat je noemt de wet van de reactie. Ja. Je kiest nou, het electoraat kiest, maar het electoraat heeft de mogelijkheid om te herzien, om haar keuze te veranderen op grond van bepaalde overwegingen. Dus je hebt een mogelijkheid van revisie, en dat noem je reactie, bij de parlementaire democratie. Andere modellen heb je dat niet. Dus laten we zeggen, in grote lijnen kan ik het daarmee. Als u het functioneren van het parlement nu bekijkt, zou u, indien het u gevraagd wordt om wederom voorzitter te worden van het parlement, zou u de uitdaging aangaan? Ik ben 76 jaar, toch? Wie zou een man op deze leeftijd nog komen vragen? Je weet maar nooit? Nee. Vanwege uw ervaring? Ik heb mijn tijd gehad. En kijk, wat mij interesseert om terug te komen op wat u zei, is als ik over iets adviezen kan geven, dan is het de dingen die in de grondwet nieuw zijn, zoals decentralisatie, dan moet je dus veel meer aandacht aan besteden om ze levensvatbaarheid te geven. Het is een nieuwe manier van werken, maar hoe meer je aan de basis gaat, hoe belangrijker het is om de mensen het bewustzijn van democratie bij te brengen. En kijk, we hadden een heel geheel van wettelijke regelingen voordat die grondwet kwam in 87. Heel wat wetten waren er al. En die wetten die er waren, waren niet gebaseerd op decentralisatie. Je hield geen rekening met decentralisatie. Ze bestaande wetten over bestuur in de districten. En al die wetten moeten worden aangepast, omdat we nou decentralisatie hebben. We hebben gekozen organen. We hebben gekozen resortraden. En als je mensen kiest, dan moet je de mensen adequaat inschakelen in de omgeving waar ze gekozen zijn. Dus hoewel de organen gekozen zijn, hebben ze nog weinig echt bevoegdheden. Dus ik denk dat behalve de wet regionale ontwikkeling, er andere wetten zijn waar je het decentraal besturen in moet opnemen. Ik noem een paar wetten die zo opkomen. Bijvoorbeeld, je hebt de stedenbouwkundige wet, waar je structuurplannen en bestemmingsplannen moet maken. Dat is een wet van 1972. En in die wet staat artikel 4 lid 7 van: als er een structuurplan is, dan moet een districtsraad indien ingesteld gehoord worden. Indien ingesteld, maar dat was in 1972. Ja. Maar nu is die districtsraad ingesteld. Dus je moet die wet gaan herzien, niet alleen dat artikel, maar je moet
de positie van de regionale organen erin opnemen. Dus u zou in een adviserende rol wel heel veel kunnen betekenen voor het parlement. Dus ik denk dat er, je zou misschien zelf, niet een persoon, maar een instituut, zoals de universiteit, kunnen inschakelen om na te gaan, dat soort instituut, om na te gaan op welke wetgeving moet worden aangepast met het oog op decentraal besturen. Yes. Bijvoorbeeld, het is het werk voor studenten. Ja, ja. Die scripties schrijven, die gaan onderzoek doen. Dan zet je dus ook die, weet je, je kader daar, je universitair opgeleid kader, zet je aan het werk om dit soort dingen voor je uit te zoeken. Dus je moet gewoon kijken naar het hele palet van wetgeving, van hoe moeten ze worden aangepast met het oog op decentralisatie. Een heel aanpassingsprogramma moet je doen. En ik denk dat de DNA dat moet sturen. Oké, we zullen het meenemen en de leiding van het parlement zal dit programma ook volgen. Dus u hoort verder van ons. Meneer Aaron, nu telt het parlement 51 leden. Hoeveel leden telde het parlement toen u aanzat? 31 leden. 155 jaar parlement. Heeft u een felicitatieboodschap voor de samenleving? Ja, ik feliciteer de vertegenwoordiging van de samenleving, de assemblée en de samenleving ook, met deze mijlpaal. Het is een mooie dag. Hè? Laten we, 8 mei, hè? Laten we met z'n allen proberen om, kijk, volgend jaar, 2022, bestaat deze grondwet 35 jaar. En ik neem het dus direct mee in deze felicitatie. Laten we proberen om na het 35ste jaar de democratie zoveel mogelijk te propageren vanaf de scholen. Vanaf de lagere scholen bij het vak desnoods geschiedenis, naar de MULO, naar de voortgezet middelbaar onderwijs en de universiteit, zoveel mogelijk de weerbaarheid van democratie propageren, het sterk maken, het robuust maken van democratie propageren als cadeau voor 155 jaar volksvertegenwoordiging. Dat is mijn wens. Ik feliciteer u ook als gewezen voorzitter. U heeft een wezenlijke bijdrage geleverd, dus u krijgt ook de eer om op 5 mei hebben we een buitengewone openbare vergadering, de vergadering bij te wonen. Zullen we u zien? Tuurlijk. Nami Osadape. Dan zie ik u op 5 mei. Ja, oké. Okay. Dat was het voor deze aflevering van 155 jaar volksvertegenwoordiging van de Republiek Suriname. Bedankt voor uw aandacht en tot de volgende keer.